Ja, ja, ze hadden jou een prijs gegeven omdat je het verkeerd voorspeld had over Oekraïne en die inval. Nee, dat was, dat was mijn. Hoe heette dat nou een keer? Koleinmomentje geloof ik. Zoiets, ah. zoiets was het. Oké, okay, maar dat was geen award of zo. Die, uh... Nee, nee, nee. Het was het omgekeerde daarvan. Het was zo'n prijs voor de slechtste film. Een prijs voor de meest waardeloze nevenrol. Een, een nou een, ja, maar dat, dat, soort, dat, dat soort van dingen. En wie had dit bedacht dan? Nou, dat colijn is bedacht door, uh, door Hubert Smeets, heet hij geloof ik. Ja, die, die vond wel dat het allemaal heel, heel erg was. Ik weet niet hoe hij, of hij wel, of had voorspeld hoe het, wel, hoe wat het is zou dat, gaan. Wat, wat doet hij? Is hij, een... hij, is, uh, hij is betrokken bij, uh, bij zo'n organisatie die zich bezig had met, met uh, de Ruslandkunde, in de meest algemene zin van het woord. En verder dacht ik dat hij hier columnist van de NRC was. Oké. Okay. En die had dat benoemd, die had gezegd die van Rosemie. Er, niks er van. is niets. Stemt mensen zo intens vrolijk dan dat andere mensen eh, die eh, een redelijke reputatie hadden op het gebied van het voorspellen van zaken of van het analyseren van zakenheid bij het verkeerde eind hebben. Ja, het is nu eenmaal zo in deze wereld, Schadenfreude is de schönste freude. En ik moet eerlijk bekennen dat ik ook vaak Arend Jan op de hak heb genomen in de tijd van die aanval op Irak in 2003. Wat ik een totaal krankzinnige onderneming vond, eerlijk gezegd, wat het ook gebleken is te zijn. En hij was de aanvankelijke voorstander van, dat moet ik zeggen. Arend Jan heeft keurig later zijn excuses aangeboden daarvoor. En geconstateerd dat hij het bij het verkeerde eind had. Mm. Ik heb ook uitgebreid geconstateerd dat ik het ten aanzien van Poetin bij het verkeerde eind had. Ja. Maar om zoiets echt lekker te laten doorsudderen, om daar regelmatig nog eens even op te wijzen, om er een extra eh, bijvoeglijk naamwoordje op te plakken, dat die verleiding is natuurlijk ontzettend groot. En dat zal ongetwijfeld nog, nog jaren doorgaan in dit geval. Maar je gaat daar niet je excuses voor aanbieden. Nee, want dat, ik vond niet dat ik excuses hoefde aan te bieden, om een eenvoudig reden dat ik al honderd keer heb uitgelegd, dat als je daar rationeel over nadacht en als je alle factoren in die situatie, voor zover je daar rationeel over na kunt denken, had geanalyseerd, dan kon je maar tot één conclusie komen, dat een uh, massale militaire aanval op de Oekraïne, dat dat gekke werk was. Het is ook gekke werk gebleken. Alleen, ja, Poetin was bereid om tot gekkenwerk te komen. En ja, dat, ik, ik dacht dat Poetin een betrekkelijk koele uh, analist was van, van machtsverhoudingen en wat wel en wat niet uh, zou kunnen. En dat bleek hij niet te zijn. Mm. Dus ik had het verkeerd. Maar waarom, nou, waarom zou je excuses aanbieden als je op, op, op redelijke gronden uh, dacht dat het niet zou gaan gebeuren? Want zij hebben op de wijk ook om dezelfde manier te kijk gezet. Ja, ik vind dat. Nou ja, het zij zo.